Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie meenemen naar iets anders dan de varkens. Vandaag neem ik jullie mee naar het thuisbedrijf en daar staan ook onze 150 melkkoe in. Dus daar ga ik jullie vandaag net iets meer over vertellen. Hier woon ik en daar is mijn slaapkamer. En daar ben ik natuurlijk het meeste van de tijd uiteindelijk alsnog, want slapen is ook heel belangrijk. Aan de andere kant hebben we onze tweede snede de vorige week alweer afgehaald. En door het mooie weer, dus de goede regen en een beetje weer zon, is het al enorm goed weer gegroeid. En ziet het er allemaal weer hartstikke groen en mooi uit. Ja, hier is waar we het erf opkomen. Dit is onze entree. En hier heb ik dan Frida. Zo noem ik mijn eigen autootje, want ik heb laatst mijn rijbewijs gehad, had ik jullie verteld. En dan heb ik natuurlijk ook een mooi autootje, dus als jullie die tegenkomen, zwaai dan eventjes, want waarschijnlijk zit ik daarin. En dan gaan we nu richting de stal. Nou vragen jullie je natuurlijk af, wat eten onze koeien nou eigenlijk op een dag? Onze koeien eten gedorst hooi, graskuil, grainpro, perspulp, mais, mineralen. En omdat het nu af en toe vaak wat warmer is, hebben we er een broeiremmer in zitten. En zoals je misschien kunt zien als je dat goed opletten, zit er vers gras in. En dat hebben we nu omdat het veel meer eiwit in zit en dan hoeven we minder soja te gebruiken. Met behulp van deze machine maken we het voer. En deze pakt dan van de kuilen, vriest die alle producten. Die gaan dan via deze tunnel de mengbak in. Die mengt het allemaal goed door elkaar. En dan rijden we de stal in en dan komt het er hier met het transportbandje weer uit. Hier sta ik dan nu bij de maiskuil en dan kun je zien dat de machine er echt zo voor langs vreest om de mais te pakken. Zoals hier kun je het ook heel goed zien bij de bietenpulp, dat is een restproduct van suiker. En hier hebben we dan het ingekuilde gras, dat is van de eerste snede van dit jaar nog en dat is hartstikke mooi gelukt. En hier ligt dan alvast een bultje vers gras wat we er dan door doen. Om dat verse gras binnen te halen hebben we hier nu een combinatie staan. Zo kunnen we het gras gelijk maaien en dan vervolgens gelijk al ophalen om het weer bij de koeien voor te draaien. En hier in deze silo's hebben we dan het opslag van de mengsels die we allemaal aan het rantsoen toevoegen. Na het melken 's avonds kunnen de koeien de wei in om daar nog vers gras op te halen als ze daar zin aan hebben. In de stal schuiven we het voer heel vaak aan op een dag, zo vaak mogelijk eigenlijk. Dat doen we met het zoveltje en dat doen we zodat de koeien ook eigenlijk elke keer wel weer bij het voer kunnen, want anders dan gaat het soms net iets te ver weg liggen. Dus dan schuiven we het voer aan en ik zal jullie nu even laten zien hoe dat gaat, dan kunnen jullie daar ook weer een beeld van. Bij de werktuigenberging. Hier staan alle machines om ervoor te zorgen dat de koeien, het gras bijvoorbeeld, ingekuild kan worden en dergelijke. Hier staan de grondbewerkingsmachines, de hark om het gras bij elkaar te harken. Dan hebben we hier nog een reservevoermingwagen, de hakselaar om het gras te hakselen, de maaier om het gras eraf te maaien. Dan hebben we hier nog de keepers. Deze gele gebruiken we voor het mais en de rode gebruiken we voor het gras. En natuurlijk de trekkers. En ook nog bijvoorbeeld de mesttank om het land weer te bemesten. Dan zijn we aan de andere kant van de stal en daar hebben we alle kalfjes en het jongvee staan. Zoals hier. En dit was het einde van mijn vlog. Zo hebben jullie een goede blik kunnen zien van het bedrijf. Doei!